Gekke, dwaze, psychisch gestoorde, ze zijn altijd al een fijne inspiratiebron voor schrijvers. Thema van de Boekenweek is dit jaar dan ook waanzin. Schrijver Maarten Biesheuvel heeft altijd dankbaar gebruik gemaakt van zijn eigen waanbeelden. Manisch, pure gekte, existentiële angsten. Hij heeft er prachtige verhalen over geschreven. Wat komen jullie eigenlijk doen? Ik zit hier rustig een boek te lezen op een geheime plekje. En dan zie je ineens televisie. Ik wil rust hebben, absolute rust. Maar daar ben ik ook totaal krankzinnig voor. Je moet geborgen zijn en rust hebben. Waarom mogen we je wel krankzinnig noemen, maar niet gek? Oh, gek, dat vind ik zo'n dom woord. Krankzinnig is veel beter. Leidende aan zijn zinnen. Al 35 jaar wonen Maarten en zijn vrouw Eva in Sunnyholm, een houten huisje in Leiden. We treffen hem vandaag in een opperbeste bui. Want hij schaamde zich nergens voor en het was erg praktisch. Al zijn stemmingen verwerkt Maarten in zijn verhalen. Hij beschrijft de isoleercel als hij denkt dat hij Jezus is. Absurdistisch en bij vlagen hilarische verhalen die de lezer meenemen in het brein van de schrijver als hij afdaalt in zijn eigen waanwereld. Geen maar tegen 150, dan lullen we er niet meer over. Dank voor uw aandacht, Maarten Biesheuvel. Jij dacht op een gegeven moment dat je Jezus was. Jezus Christus, ja. En hoe ging dat dan? Nou, ik was jaloers, want hij kreeg zoveel publiciteit, Jezus Christus, en die kreeg ik niet. Maar wat wilde je dan betekenen voor de wereld? Nou, ik wilde het Koninkrijk Gods op aarde. Wil ik nou nog? Net als Tolstoj. Ik geloof wel in God, maar niet in de hemel. Ik wil dat als je een wandeling op straat maakt, dan zeg ik altijd tegen mensen: goedenavond. Of man en vrouw, 40, 50 jaar, lopen gearmd. Dan zeg ik: goedenavond samen. Dan kijken ze naar beneden. En ze durven niks te zeggen. Angst regeert de hele wereld. Mm. Heb je nog meer vragen? Ja, ik heb nog heel veel vragen, maar we gaan even dag zeggen tegen Eva. Oh ja. Goed? Oh ja. Zo, zo ga ik je even. Ja, Maarten. Ik krijg af en toe een heel klein sigaartje van Maarten. Dus een enorme grote. Eva en Maarten kennen elkaar vanaf de 6e klas gymnasium. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Behalve natuurlijk de keren dat Maarten wordt opgenomen in een psychiatrische inrichting. 57 jaar kennen wij elkaar, vormen wij een paar. Hopsa! Ik heb alles aan Eva te danken. Eva die had nog 57 jaar in stand. Ja, Eva. Vanaf 58 tot nu. Ja. Als ik Eva niet had gehad, was ik al lang opiumschuivende hoerenloper geweest en al 30, 40 jaar dood geweest. Ja, misschien wel. Maar Eva zegt er altijd de hele dag: oh Maarten, mag niet, hoort niet, dat doe je niet. Dat is niks voor een heer. Wat vind jij ervan dat nu het thema van de Boekenweek waanzin is? Ja, ik zeg steeds tegen Maarten, jij valt helemaal in de doelgroep. Maar de doelgroep is natuurlijk een groep lezers eigenlijk. Maar ja, hoe je het dan anders moet zeggen, weet ik ook niet. Maar hij is het prototype van de krankzinnige. En dat is toch nu ideaal eventjes, ja. Alleen zijn haar zit nooit goed, hè, Eva? Nee, maar het hoort bij een krankzinnige, Maarten. Hoeft niet bij een krankzinnige. Nee, zal het even moet goed doen. Ja. Zo. 3000 pagina's stelt het oeuvre van J.M.A. Biesheuvel. Sinds eind jaren 90 schrijft hij nauwelijks meer. In 2007 ontvangt hij de PC Hoofdprijs, de belangrijkste literaire prijs van het Nederlandse taalgebied. Eind vorig jaar wordt een nieuwe prijs voor de beste verhalenbundel naar Biesheuvel vernoemd. En in 1988 schrijft hij het Boekenweekgeschenk. Een overtollig mens. Ik zat in beneden en zei: ah, ik heb een idee. En toen ging ik naar boven. Toen heb ik in één avond, in 6,5 uur, achter elkaar 48 bladzijden geschreven. En het is mijn mooiste verhaal geworden dat ik ooit geschreven heb. En bij de CPNB waren ze hartstikke blij met het verhaal. Waar gaat het over? Gaat over een man die zwaar krankzinnig en angstig, en hij heeft een kromme rug door Bechtel heeft, net als Eva.
dacht ik, dat vroeg ik nou eens avond Eva aan mezelf. En dat is een prachtig portret geworden, Eva. Dus die man is alles tegelijk. En dan schrijft hij steeds maar liefdesbrieven aan meisjes die hij ontmoet. Hele lange brieven. En die brieven die verstuurt hij nooit. Het is een ontroerend mooi verhaal, hoor. Ja, vind jij het ook een mooi verhaal, ja, Eva? Ik vind het een heel mooi verhaal. Ja, zeker. Alleen ik zei, ik herken me er niet zo in. Omdat het natuurlijk één persoon met twee ziektes is eigenlijk, hè. Want ik geloof niet dat ik krankzinnig ben. Maar Maarten heeft weer geen weg te ref, snap je wel. Maar wij samen zijn dus dat overtollige mens. Zo. Zo. Daar gaan we. Dan nemen we voorop. Oh ja, goed. Ja. 'S avonds is er in Amsterdam een groot diner. Voor alle nog levende schrijvers die ooit een boekenweekgeschenk hebben geschreven. Maarten en Eva worden opgehaald door schrijver Onno Blom. Ik hoop dat ik een garnalencocktail krijg en een tournado en Irish koffie voor toe. 80 jaar lang is er een boekenweekgeschenk geschreven. 80 verschillende schrijvers. En dit jaar staat de waanzin centraal. Want de grens tussen gek en normaal is een onuitputtelijke bron van inspiratie. Adriaan. Dag jongen, wat heerlijk. Maar wat voor de een pure fictie is, is voor Maarten en Eva hun dagelijkse realiteit. Nou, zo snel genoeg, hè? Ja, het boekje weer. Bedankt. Het staat er prachtig. Ja, bedankt. Maarten, je moet mij een stoel aangeven, hoor. Netjes gedragen. Ja. Lopen maar. Ja, ik heb een dubbele whisky genomen. Dat mag niet voor even. Ik denk, toen wordt Maarten de maan ziet. Dan krijgt het weer te pakken. Ja, dus ik zit er kloppend hard, maar we hopen maar het beste ervan, hoor. Het zal wel goed gaan. Meestal. Ja, ja. Maarten en Eva Biesheuvel. Vrijdag is het boekenbal en dat is dan de aftrap voor de Boekenweek. Die duurt tot en met zondag 15 maart.